zoals ze vroeger werden gelegd. Ik ben een van de laatste keileggers op dit moment nog. Het werd niet meer doorgegeven, het vak. Rond 1900 werden dit soort wegen aangelegd van de keien, nadat ze bij de keikloppers vandaan kwamen. Het keikloppen is het soort een beter formaat slaan van keien. En dat deden ze vooral met keien die een te groot formaat hadden of die te rond waren. En daardoor niet bruikbaar voor fundering of voor wegen. Als de kei dan wel tot een formaat werd geslagen waardoor hij een vlakke kant kreeg, kon die worden gebruikt in de wegenbouw of in de fundering van kerken of boerderijen. En dat gebeurde ongeveer rond 1900, 1890 tot 1910 in die tijd. Vroeger had je grote gezinnen, die hadden wat minder in de winter, dus dan gingen ze in de wintermaanden dus die keien kloppen. En dat deden ze dus om een paar centjes bij te verdienen in de winterperiode. De keien werden hier aangevoerd in de ijstijd door enorme bergen ijs. Werden ze heel langzamerhand deze kant op geduwd vanuit het hoge noorden, Noorwegen en Zweden, die kant weg. Die stenen die bleven hier na het smelten van het ijspak liggen. En werden overal in Drenthe op het land gevonden. Die keien die heel groot waren, die werden zelfs gesprongen met buskruid. En daar hadden ze de hele mooie koehoorns voor. Die werden gevuld, er werd gekeken in de kei waar dus een naad zat of een scheur. Daar werd het ingestopt, ingeprakt als het ware, aangestampt. En dan werd het aangestoken en dan sprong de steen al in stukjes. En daarna werd het dan weer met hamers en bijtels bewerkt tot nog kleinere stukken. Tot ze zo groot waren dat ze vervoerbaar waren. Daarna werden ze met houten kruiwagens, met echte houten wielen, vervoerd naar een hutje. Waar mensen samen zaten. Namen de mensen een koehuid, legden ze op stenen, ze gingen ervoor zitten en die mensen die gingen dan die stenen nog kleiner maken met ook weer kleiner gereedschap. Dat werd gedaan door zowel mannen als vrouwen. Vrouwen in die tijd die wat minder handig waren met het weven of spinnen, die werden ook ingezet om die stenen te kloppen. En ook mannen die dus op het land niet meer konden werken omdat het winter was of geen werk hadden, gingen ook steen kloppen omdat daar nog een paar centen mee waren te verdienen. Nadat de keikloppers klaar waren met het werk, kwam de straatmaker aan de beurt en werden de wegen gelegd zoals hier erbij liggen. De keien werden dan verwerkt door de keienlegger. Dat gebeurde vooral in dorpskernen, in Staatsbos. Er werden hele wegen aangelegd van dit soort zwerfkeien. En dan paste de keienlegger zijn techniek toe om de stenen met de gladde kant naar boven te krijgen en neer te leggen, zodat er een glad geplaveid weggetje werd.